BNP Paribas Fortis stelt voor. Er zijn zoveel festivals, dus echt, als je een film maakt, ontdekte dat ineens en je er is een festival in Georgië. Zo, er zijn twee cinemazalen in Georgië, maar er is wel een festival. We zitten nu aan, denk ik, iets over de 40. Maar ik kan niet vergelijken, ik heb nog nooit een andere film, maar bij mijn oren klinkt dat superveel. Dus ik zeg, daar ben ik heel blij mee. Ik vind... Dat wordt opnieuw, er wordt wel eens zo onderscheid gemaakt tussen festivalfilms en publieksfilms of zo. Ik weet niet of dat echt bestaat. Ik zie op die festivals voornamelijk films die een publiek ambiëren. Soms een wat meer niche publiek dan een andere, maar die allemaal eigenlijk thuis horen in narratieve cinema's. Geen experimentele film of zo dat ik tegenkom. En dat is gewoon heel fijn. Die festivals zijn heel fijn, omdat elke keer daar uitgenodigd, ook klein of een groot festival is een soort van bevestiging dat er iemand is die iets heeft gezien in die film. En die dat wil delen met zijn publiek, want elke festivalprogrammator heeft zijn publiek voor ogen. Dus ja, je komt op heel veel verschillende plekken met heel verschillende doelpublieken terecht. En dus je hoort ook heel verschillende reacties. Hoe dat Chinezen helemaal anders naar film kijken dan Denen bijvoorbeeld. Die Denen die keken mij allemaal aan alsof ik van een andere planeet kwam, terwijl die Chinezen heel warm die film onthaalden. Die Denen waren eigenlijk ook wel lief hoor, maar die hebben gewoon Norse gezichten, denk ik. Dus nee, ik ben gelukkig. Ja. En ben je dan op veel van die festivals eigenlijk aanwezig geweest tot hiertoe? Ik denk dat ik er 10 heb gedaan. Ja, wat veel klinkt, maar eigenlijk, ik merk wel dat ik een minder actieve reiziger ben dan sommige andere makers. Ik kom mensen tegen die echt van het ene naar het andere festival doorreizen. En dat is nu bij mij wel niet het geval. Ik moet altijd even thuiskomen en op mijn gemak zijn. Maar ja, wel zo op plekken geweest waar dat ik, denk ik, zonder deze film niet snel zou komen. En het is gewoon maf om mensen te ontmoeten in functie van iets dat je hebt gemaakt of zo. Zo'n gek idee. En ik wou dat ik soms mensen kon meenemen, want die film is gemaakt door een ploeg, niet alleen door mij. En als ik daar dan altijd alleen sta, dan lijkt dat zoals... Tuurlijk is dit mijn film, want ik ben de enige die dat van begin tot einde heeft gedaan. Maar liefst van al zou ik daar gewoon eens een keer met Jeff Otte kunnen staan, die de art direction heeft gedaan. Of met een Didier Frateur, die de scherpte heeft gedaan. Gewoon om te kunnen zeggen van, wow, dat is zo belangrijk wat dat die mensen doen. Dat is niet uitvoeren wat ik heb gezegd. Echt niet. Die mensen hebben creatieve inbreng. Die maken mee dat beeld, die maken mee die film. Maar ja, festivals hebben meestal niet genoeg geld om meer dan alleen ik over te laten komen, dus ik sta er dan meestal in mijn eentje. We voelen mee. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.